Naast mij Enrico van der Hoed. Enrico, jij gaat straks als scheidsrechter, KNVB-scheidsrechter moet ik erbij zeggen, de wedstrijd fluiten van de beste spelers uit de klassementen. Ja. Steven is ook jouw laatste, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Ik heb een akkefietje gehad in het, tijdens een wedstrijd in de competitie waarvan ik 1 rode kaart heb gegeven. En die wordt gewoon kwijtgescholden nadat ik meerdere malen ben bedreigd, denk ik van me. Dus dan houdt het van mij op. Dat is de reden waarom je stopt dus? Dat is de reden waarvoor ik stop. Want ja, ik kan hem wel volgende week weer krijgen en dan lacht hij me uit. Dus dan loop je met me genomen. Dat wil ik niet. Je ligt dus in een bepaald conflict met de KNVB in die zin, begrijp ik? Ja, dat klopt. En daar kom je niet meer uit? Nee, zodra die gozer nog blijft voetballen, dan hou ik hem maar op. Okay, nou, dat is in ieder geval hartstikke zonde, want er zijn scheidsrechters hard nodig binnen de KNVB. Wij zijn uiteraard wel blij dat jij hier komt fluiten vandaag. Misschien kan jij nog even het kort vertellen voor de kijker en luisteraar die jij niet kent, met jouw verleden als scheidsrechter. Ik ben laag begonnen en in een spare time ben ik omhoog gegaan. Fluit naar hoofdklasse, eerste klas, Eredivisie Dames. En ja, dat was hem eigenlijk. Hoe vroeg ben je begonnen? Op welke leeftijd? Ik was 27, dus mijn voetbalcarrière was over. En ja, alleen maar door blessures en van, want toen ben ik gaan fluiten en zo omhoog gekomen. Ja. Dan heb je hoog gefloten allemaal, dat heb je met heel veel plezier gedaan, neem ik aan. En hoe kijk je dan uit naar deze dag hier, om vandaag hier te mogen fluiten? Ja, leuk. Ik kom allemaal bekende gezichten tegen. Dus Alf Schoenendijk, Paul van der Zwaan, al die jongens die kom ik allemaal tegen tijdens het fluiten van mijn wedstrijden. Dus, oude jongens krentenbrood? Oude jongens krentenbrood. Ja. Dus je hebt er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ik heb er altijd zin in. Kijk, dat is heel mooi om te horen. Ik hoop nog wel dat jij er alsnog gaat uitkomen met de KNVB, want een scheidsrechter als jou kunnen we eigenlijk niet missen. Ja, dat hoop ik ook, maar ik denk het niet. Als de KNVB kijkt, jongens, los het even op, zou ik zeggen. Ja, misschien wel. Succes vanmiddag en ik hoop dat je de kaart op zak kan houden. Ja, dat gaat wel lukken, denk ik. Okay. Dankjewel, Rie.